Welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Nelly en we zijn in Duitsland. Ja. Zeg ze even wachten hoor, even wachten. Wat even wachten, waarop? Nou, we mangen naar beneden donderen. Oké. Ja, we moeten wel even opletten, want ja. Er zijn best wel steile hellingen hier, ja. Heuvels. Heuvels, bergen. Bergen, hoe zullen we het noemen? Nou, in mijn hoofd zijn het bergen. Ja, het zijn best wel hoge bergen. Maar, in ieder geval, wij zijn onderweg naar de Moezel. En wij zijn na 4,5 kilometer bij onze eindbestemming. Dus dat is nog 5 minuutjes. Het is niet echt een geschikt moment om de vlog te openen, dit. Nee, inderdaad. Nou, ik hou een oogje in het zeil. Wij gaan naar Hollandischer Hof of zoiets. Hollandischer Hof. Ja. Daar en wij gaan nu alvast onze excuses aanbieden voor als wij iets verkeerd zeggen in het Duits. Want wij hebben de vorige keer de gehele vakantie Edersee verkeerd uitgesproken. Edersee zijn we nu achter. Dat zee is gewoon zee. Dus dat gaan we nooit meer vergeten. Gaan we ook niet meer verkeerd doen. Maar alle andere woorden, ja, die kunnen we verkeerd uitspreken. Ja, nou, alvast onze excuses. Inderdaad. We gaan naar, naar een camping. Pal aan de Moezel. Het is een camping van Nederlandse eigenaren, hebben we gelezen. Dus dat is op zich wel handig voor ons. Voor ons wel, ja. Want we kunnen nog steeds geen Duits. Nee. En we zijn vlakbij plaatsje Senheim. Misschien zegt het jullie iets, misschien ook helemaal niet. Ik weet het niet, maar we rijden nu een soort van dal in. Dus ik denk dat we zo bij de Moezel zijn. Want de Moezel ligt natuurlijk laag gelegen. Kijk wat mooi. Ja, dit is prachtig. MS 2023, dat is een hele uil in een weiland gemaakt. Ja. Nou oké, ik kan het niet filmen, want we zitten weer achter de bomen. Nou, wij komen zo even bij jullie. Ja, dit ziet er prachtig uit. We zijn er bijna nog 2 minuten en we komen nu al allemaal fietsers tegen, want dit gebied staat natuurlijk ook bekend om de fietspaden. En wauw, ik zie hier nu aan mijn linkerhand de camping en dat ziet er echt prachtig uit. Ik ben zo benieuwd. Nog nooit geweest hier trouwens, allebei niet. Dus we zijn gewoon echt geheel onbekend hier. Even kijken, we moeten hier naar links. Ja, Hollandischer Hof. Welkom. Even kijken hoor, volgens mij moeten wij hierin. Nou, dan lijkt het mij wel handig als ik hem hier even neerzet, hierachter. Is niet zo laus. Dat is ook het eerste wat ik zie. Schnitzelhaus, ja. Super tol. Ga jij even inchecken? Ik ga inchecken. Nou, succes hè. Ja. In Duits. Ja. Komt goed. En jij kan dit. Tuurlijk. Tjus. Tjus. Nelly heeft ingecheckt. Ja, nou. Ik kreeg een vuilniszak. Oké, ja, bijzonder. Vond ik ook bijzonder. Inderdaad. En ze komt straks langs voor de stroom aan te sluiten. Dat vond ik ook bijzonder. Hè? Kunnen we dat zelf niet? Nee, dat zei ik al. Dat kan ik zelf wel. Oké. Okay. Ze zegt, nee, dat kan je niet. Oh. Want het zit op slot. Oh, oké. Okay. Ja, okay. Zal dan wel. Ja, moeilijk. Maar vooruit. Oké, we staan nu... Nee, daar was ik net. Hier staan we. Dat is de receptie. Dan gaan we zo, dan gaan we zo, dan gaan we zo en dan gaan we naar zo. Plaatsje 94. 94. Ik heb douchemuntjes. Die zitten hier. Die krijg je omdat je lid bent van ACSI. Ja. Ik heb er 6. Ja. Ik heb tot woensdag volgens mij gereserveerd. Ja, top. Maar als je eerder weggaat, maakt niet uit. Oh, super. Ja. 4-sterren camping. Ja, 4 stemmen. 4 stemmen krijg je in je hoofd.
ik verstond, bij. Ik verstond het meisje vaak niet. Blijkbaar zitten mijn oren toch dicht. Ja. Of ze praten heel zacht. Nou ja, dit is de jachthaven, dat is dat. Ja, de jachthaven zit erbij. Ja. Kijk even dit uitzicht, mensen. Ja, het is hier wel mooi. Was dan toch wel weer de moeite waard om hier naartoe te rijden. Ja. Ja, zo ver was het ook niet. Nee, nou ja. 2,5 uur vanuit Limburg. Ja. Dus dat valt mee. Valt mee. Nou, zullen we even die kant op dan? Nou ja, ik ben wel benieuwd naar onze plek. Oh, ik dacht, we blijven hier staan. Nou, ik vind dit ook wel heel bijzonder, dat je een vuilniszak krijgt. Oranje. Ja. Holland. Holland, oranje. Dan gaan we de tweede rechts. Ja, dat is hierin. Zo. Dan staat hij best vol. Oké, en nu links volgens mij, toch? Even kijken. Je moet hem even zo houden, plattegrond hier. Daar gaan we hier de eerste links. En dan gaan we hier de tweede rechts. Ik zie geen nummers hoor. Nee, maar volgens mijn kaartkunsten, kaartleeskunsten, laat er zien, zou het hier moeten zijn. Hier. Hier? Ja. Kijk. Hier is het. Dit is onze plek. We zien nog geen nummers, dus... Even kijken, volgens mij staat het hier op. Dit is nummer 95. Ja, nou dan is dit 94. Lijkt me vrij logisch, toch? Nou, mooi plekje zo. Ik ga even de caravan op zijn plek zetten nu. Is hem dit? Ja, dit is hem. Nou, is het altijd even discussiëren hoe wij de caravan neer gaan zetten? Hoe wil je? We komen over een uur terug bij jullie. Zo, het eerste koffietje in Duitsland is een feit. Wop. Deze keer een opgiet koffie. En wacht maar. Nelly is er lekker bij gaan zitten. Even bijkomen van de reis. En dit is onze plek. We hebben besloten om de caravan op deze manier neer te zetten. Ik ga het jullie even laten zien. Kijk, we hebben hem zo neergezet. We moeten nog even de luifel straks neerzetten, maar dat doen we zo meteen na de koffie, denk ik. En dan is dit ons uitzicht. Ja, we kijken tegen de achterkant van de caravan aan, dus dat is natuurlijk iets minder dan de vorige camping, want stonden we in Limburg eerste rang. Maar als jullie goed kijken, dan kunnen we dus tussen de caravans en campers door een klein stukje van de moezel zien. En daar ging het eigenlijk om. Dus vandaar dat wij hem zo hebben neergezet. We moesten er wel eventjes over nadenken, want we dachten ook nog van ja, misschien moeten we hem op deze manier neerzetten. Maar naderhand is dit toch de beste manier. Nou, mooi plekje toch? We steken hier het straatje over en dan ja, zijn we bij de rivier. Nou, dit is één bakkie. Zo. En het tweede bakkie. De reis hier naartoe was, ja, ging op zich wel relaxed. Alleen het laatste stukje zijn we over een soort van bergpas heen gegaan. Tenminste, was best wel steil. Dus dat was ja, soms iets minder, want ja, onze trekgewicht is niet al te hoog. Dus ja, heeft de auto een klein beetje moeite mee, maar... Als je gewoon rustig doorrijdt en niet zenuwachtig wordt, dan is er in principe niks aan de hand. En je moet je ook vooral niet op laten jutten door de rest van het verkeer. Want dat ja, daar had ik in het begin ook nog wel een beetje last van. Dat ik dan dacht van ja, er zit best wel een rijtje achter ons. Maar nu heb ik zoiets van ja, wij gaan niet harder en ik ga ook niet haasten voor jullie. Als jullie in willen halen, ga je gang. En dat heeft Nelly mij ook wel een klein beetje geleerd, want...
Ja, ik liep me wel altijd opjutten, maar dat is wel wat minder geworden, gelukkig. Ja, volgens mij is de koffie klaar. Oh, wacht even, ik moet nog melk opschuimen. Het lekkers van de koffie. Zo. Een lekkere cappuccino. Nou, kijk eens snel. Een lekker bakkie. Oh, heerlijk. Daar ben je aan toe, of niet? Ja. Zwaar. Nou, even lekker relaxen. Nelly heeft lekker gelezen tijdens de route hier naartoe. Valt mij trouwens op dat hier heel veel Nederlanders staan. Ik vind het altijd wel gezellig. Als je dan in het buitenland bent en er staan veel Nederlanders. Ik weet niet. Vind ik altijd leuk. En... daarnet kwam de buurman ook nog eventjes naar ons toe en die gaf ons gelijk allemaal tips. En vooral één tip heeft vooral Nelly onthouden. En dat is dat hier dus, wat zei de buurman nou, buurman? Ja, een soort wijnroute en dan ga je langs de wijngaarden en dan ga je allemaal wijntjes proeven. Ja, wijntjes proeven. Ja. Wij zitten natuurlijk in een gebied met heel veel wijngaarden, want die worden tegen de... heuvels opgebouwd. En dat blijkt dus dat je je op kunt geven bij de receptie voor een of andere wijnroute. En dan ga je wijntjes proeven. Nou, vooral die tip heeft Nelly onthouden. Dus dat gaan we, denk ik, doen. Nou, volgens mij heb ik alles. Kan ik lekker gaan zitten. En er blijken hier best wel veel leuke stadjes te zijn. Nou, dat had ik eigenlijk al vernomen via internet. Ook wel historische stadjes. Kochel moet bijvoorbeeld heel erg leuk zijn. Daar zitten we vlakbij. En die buurman noemde nog een stadje op. Als ik het zie, dan weet ik het wel weer. Maar ik kan er zo even niet opkomen. En ik ben net even een stukje over de camping heen gewandeld. Zag er ook leuk uit. Veel ganzen lopen hier ook. Maar dat was ons ook al opgevallen. Want Nelly zag gelijk al overal op poep liggen. Op onze plek. Dus misschien dat ik straks nog even met het schepje hier poep ga ruimen of zo. Want nu zijn we een beetje om de drolletjes heen aan het lopen. Dus dat moet even opgenomen worden. Maar ook dat zag er wel gezellig uit, want ze liepen er net bij het water. Dus dat was wel leuk. Nou, voor de rest weet ik nog niks over de camping. We gaan het meemaken. Ik weet nog iets. Nou? Je vuilnis wordt opgehaald. Jij met je vuilnis altijd. Ja, aan het begin kregen we natuurlijk die oranje vuilniszak. En nu blijkt dus dat je je vuilnis hier dagelijks om 11 uur aan de weg kunt zetten en dan wordt het opgehaald. Ja. Luxe. Voor de mensen die nieuwsgierig zijn naar het vuilnisbeleid hier. Ja. Luxe. Erg luxe. We staan hier nog geen uur. En we hebben de eerste gast al op ons terrein. Ik zei het net toch. Hier lopen mega veel ganzen en eenden. En jij schrok er een beetje van, hè? Ja, ik had het niet verwacht. En ik zit een boek te lezen. En ik zie ineens iets naast me lopen. Oh, het zijn er twee, joh. Ja. Ik zag er eerst eentje. Een mannetje en een vrouwtje. Oeh. Wat gezellig dit. Ja, leuk. Hallo. Ik heb geen broodje. Nee, we hebben niks. Ze komen volgens mij gewoon bij elke campingplek even buurten. Wat leuk dit. Ik denk dat ze nu naar de volgende gaan. Kijk, daar gaan ze met z'n tweetjes. We gaan gelijk even de luifel opzetten. Een beetje lastige ondergrond dit. We staan hier op grind, dus... normaal dan drukte Ali die pootjes van de buizen altijd een beetje in de aarde. Maar dat lukt dus niet met grind. Maar ja, hoeft ook niet te echt, denk ik. Wij zijn onderweg naar de supermarkt. Maar we wilden jullie dit niet onthouden. Want kijk even hoe mooi. Dit zijn gewoon allemaal wijngaarden tegen de bergen aangebouwd. Staat hier op die berg. Rubberberger.
Boeberberger Domherrnberg. Fantastisch dit. Een route langs de Moezel. Heel mooi. We zijn bij de dichtstbijzijnde supermarkt beland. De Diewald Edeka. Het is ongeveer 10 minuten rijden. Supermooie route. We hebben al wat mooie dorpjes gespot. Oh ja. Die wij zeker te weten gaan bezichtigen. Vandaag niet. Het is natuurlijk onze aankomstdag. Dus dan zijn we altijd wat druk met boodschapjes en de caravan installeren en zo. Maar morgen gaan wij zeker te weten natuurlijk de omgeving verkennen. Maar eerst even eten kopen voor straks. Wij gaan de kop gebruiken. En we hebben hem daar neergezet. Omdat we zitten natuurlijk onder de luifel. En in verband met brandgevaar doen we het een beetje verder weg. Maar ga jij even al die eenden wegjagen? Want... Het gerecht komt eraan lopen. Jump maar in de kop. Ja, ga er maar op. Hier staat de pan. Daar moet je in. Dan eten we eend vanavond. Ja? Kom maar. Het is hier echt gezellig met al die beestjes. Oh ja, hij loopt al. Ja, kom maar. Komt er nog één? Gaan we naar de kop. Met z'n tweetjes erin. Ja, doe maar. Maar die eenden zitten ook gewoon te wachten totdat wij de kop aansteken. Hij staat al klaar. Nou, volgens mij gaat hij er echt in. Ga maar even kijken. Dan is het natuurlijk mijn taak om de kop aan te steken. Tenminste, die taak heb ik mezelf toegewezen. Dan halen we de wokschaal er even af. En dan hebben we hier de cobblestones. Die leggen we erin. Kijk, de vorige keer hebben wij natuurlijk pizza gemaakt op de kop. Nu gaan we wokken. Dat is natuurlijk weer heel iets anders dan... Dan pizza, dus we zijn zelf ook weer heel benieuwd. Het is ook echt de tweede keer dat we de kop gebruiken. En we hebben eventjes een eenpansgerecht opgezocht op internet. Gewoon lekker makkelijk, lekker op lekker en simpel ook. Dus het, ja, dus denk ik wel lekker dus, en simpel. Oké, deze leggen we erin. Kijk, het is belangrijk dat je deze kom er diep in duwt. Zo ver mogelijk. Ja, en wij gebruiken de verhoger. Omdat de schaal dan net iets hoger staat natuurlijk. Zo. Maar die zetten we er nog even niet op. Nelly is de voorbereidingen aan het treffen. Wat zijn de ingrediënten voor ons gerecht? Een rode paprika, een groene paprika, een rode ui, twee teentjes knoflook volgens mij, ja. Kipfilet hebben we gekocht en natuurlijk rijst. Nou, natuurlijk gaan we het gerecht even op smaak brengen. Oh ja, tomatenblokjes ook nog. Ook nog ergens. Ja. Weet niet. We gaan het gerecht even op smaak brengen met wat kruiden. Ja, eigenlijk heel simpel. Allereerst gaat de kip in de pan, in de wok. Een lekkere rode ui erbij. Paprikaatje erbij. En even roer in de pan. Lekker bezig, Nel. Ruikt goed. Het wordt dan een gezellig schaaltje. Kijk hoeveel kleuren erin zitten.
ziet er super gezond uit. Ja, dat is het natuurlijk ook, maar die kleuren die maken het wel af. Ik heb ook een taak gekregen. Ik dacht dat ik één taak had, de cobblestone aansteken, maar ik heb er twee. Roeren. Nou, ik ben aan het snipperen, snijden en dingen doen. En jij moet roeren. Ik kan het wel zittend af, dus dat scheelt. Zo. Nou, nu weer even wachten. Het is klaar. Voilà. Even de onderzetjes staan goed. Want die pan is natuurlijk loeiheet. Nou. Nou, dit ziet er heerlijk uit. Een pansgerechtje. Ja. Hartstikke lekker. Denk ik. Eet smakelijk. Ja, jij ook. Smullen dit. Jij vindt het lekker? Ja. Kijk, ik had ook niet anders verwacht. Natuurlijk, want jij maakt het. Slijm. Nee, het is echt lekker. Serieus. Als je zegt dat het niet lekker is, kook ik ook niet meer. Nee, het is echt lekker. Het is tijd voor de afwas. En ze gaat weer mee hoor. We zijn allebei nog niet in het sanitair gebouw geweest. Nee. Dus we gaan gelijk even een kijkje nemen samen met jullie. Het is toch fantastisch als je met je camper weg bent en je neemt zo'n oldtimer mee. Cabriootje. Ja. Kijk even. Zo leuk. Ik ben wel benieuwd naar het sanitair gebouw. Ja, ik ook. En waarvoor heb jij nou die muntjes gekregen dan? Voor het douchen? Oké. Zou het ook voor afwas zijn? Nee, toch. Geen idee. Dan gaan we snel genoeg achterkomen. Kijk, hier heb je gelijk een mooi overzichtje van de camping. Het staat echt vol hier. Kijk, dit is misschien ook wel leuk, want hier zien jullie een bovenaanzicht van de camping. Hebben jullie een beetje een idee van hoe dit er nou precies uitziet? Hier heb je de brug. Hier zijn wij vanmiddag aankomen rijden. Zo, tralalala, tralalala. Hier naar beneden. En dan staan wij, even kijken, hier, op deze plek. Een van deze plekken. Ja, als je hier staat, heb je natuurlijk het allermooiste uitzicht. Maar ja, hè? Wij mochten in Limburg genieten van een heel mooi uitzicht. En dit is ook niet verkeerd. Ik bedoel, we staan super dicht bij de Moezel. We gaan hier niet over lopen klagen natuurlijk. En dit is de jachthaven. Dus dit is even het bovenaanzicht. Mooi hè? Wat is dit? Voor je handdoek uit te wringen. Dat is nog van vroeger. Ja, dit hadden ze vroeger toch? Kijk, er zit een fonteintje onder. Dit heb ik nog nooit gezien op een camping. Gedeelte mensen. Nou, dat ziet er toch superkeurig uit zo. Dan gaan we zo meteen ook nog even bij de toiletjes kijken en bij de douches. Maar eerst even afwassen. Ready. Kijk, daar in de verte zien jullie het dorpje Senheim. Daar zitten we heel dichtbij. En dan het uitzicht. Ik zei net tegen Nelly, deze omgeving doet me ook een klein beetje denken aan de Elzas. Daar zijn we een paar jaar terug geweest met de tent. En daar sta je ook echt tussen de wijngaarden. Nou, dit lijkt er echt heel veel op. Dus ik krijg een klein beetje een flashback naar, de avonturen met de tent. Nou, we gaan eventjes onze afwas weer naar de caravan brengen. En dan gaan we even een rondje over de camping wandelen. We spraken net een mevrouw, die staat blijkbaar bij ons in de straat. Want die wist in welke caravan wij zaten.
En daar gaan we eventjes naartoe. Want hij heeft een ACCI boekje. Hebben wij ook, maar het ligt thuis. En dan gaan we even een fotootje maken van een bladzijde uit dat boekje. Want er staan wat tips in en beleid op deze camping. Ja, zij attendeerde ons op voorwaarden waar je recht op hebt. Ja. Nooit. Ja, wij doen zomaar wat. Maar als je hier dus komt en je bent... We hadden wel een pasje mee hoor, het boekje thuis, ja, pasje mee. Ja, dat hebben we wel mee. Ja, want jij hebt zo'n stapel van allerlei boekjes en ik denk, ja, dat ga je dan zult zwaar om mee te nemen. Mee sjouwen. Je kan een hele boekenkast wel meenemen, maar die hebben we thuis gelaten. Ja, ja. Maar wat ik even wilde zeggen, als je hier een keer naartoe gaat en je bent lid van ACCI, je hebt een kaartje daarvoor, geef dat dan even aan bij de receptie, want die mevrouw die attendeerde ons daarop. Als je dat niet zegt, dan moet je betalen voor je douchemuntjes. Ja. En als je het wel zegt, dan krijg je ze gratis. Dus we gaan even naar die mevrouw toe. Ik ben blij dat ze het even gezegd tegen ons. Heel lief ook. Eerst even... Zet even hier neerleggen of opruimen? Ja, nou laat die maar even staan inderdaad. We zijn op de camping, dus we gaan ervan uit dat het goed volk is, toch? Mm-hmm. Heb jij een telefoon? Ja, ik heb een telefoon. Gaan we even langs die hutjes hier. Ja. En dan lopen we weer terug. Kijk, deze huisjes staan ook aan het water. Zo schattig. En ik vermoed dat deze bankjes erbij horen, maar wij gaan er even kijken. Ik hoop niet dat we deze mensen nu lastig vallen. Maar als je op deze bank zit, dan heb je toch een fantastisch uitzicht over de Moezel. Wat een rust hier. Ja, en deze plek aan het water. Die staan natuurlijk het allermooist. We gaan even iets dichterbij kijken. Daar heb je de brug. En dan hier in deze rij. Daar staan dus voornamelijk tenten. Dus als je een tent hebt... Denk zomaar dat dat de tentweide is. Dan heb je ook een mooi uitzicht. Wij spraken net twee mensen. Die komen hier al jaren. En die vertelden dat de Moezel... Die is normaal gesproken veel drukker met cruiseschepen. Maar op het moment is hij stil. Want er zijn wat problemen bij de sluis. Bij Koblenz. Is al meer dan een week aan de gang. Dus er vaart op het moment gewoon geen enkel schip. Niks. Lekker rustig. Lekker rustig, zegt Nel. Lijkt mij wel leuk om hier af en toe een cruiseschip voorbij te zien varen. Die meneer zegt, misschien is het morgen verholpen. Dus ja, we gaan het afwachten. En hier zijn ook beverratten. Dat zei die meneer ook nog. Nou, ik weet niet of ik daar heel blij van word. Nee, doe maar niet. Maar ja, we hoeven er niet bang te zijn. Ze doen niks en ze zijn mooi. Dat werd ons verteld. Nou, we gaan even verder kijken. Hier zijn de beruchte ganzen. Het zou zomaar kunnen dat deze morgenochtend onder onze luifel staan. Heb jij iets laten vallen van het eten net in het gras? Want dan staan ze er morgenochtend. Ja, maar die ene lijkt net alsof die tegen die caravan gaat. Ja, dat dacht ik ook al. Er staat een gans naar die caravan te kijken zo van, oké, ik ben iets van plan. Ik wist eigenlijk niet dat een gans zo vol gras af. Nou, mooi onderhoud voor het terrein zo. Ja. Of zouden ze het juist kapot maken? Ze hebben druk werk. Nou, wel gezellig dit. We hebben deze keer gezien in een kampeerwinkel. We zijn er ook in geweest. Maar ik heb ze eigenlijk nog nooit op de camping gezien. Dit is de eerste keer. Lijkt me echt, nou ja, best wel handig. Je flapt dat ding open en hij staat. Ja, toch? Lijkt een soort daktent. Wat zeg je? Lijkt een beetje een daktent. Een daktent, ja. Daar lijkt het wel een beetje op. Op de grond. Ja. Leuk. Nou, dan gaan we weer terug naar de caravan. Het is inmiddels al donker. Het is ongeveer 10:15 in de avond. We waren nog even in de douche. Vrouw Lijn.
Ja, dit zijn de ruusjes. Oh, best veel. Ik neem... Schreeuw niet zo. Ik neem 2 muntjes voor jou mee, maar die moet je er hierin doen. Even serieus. Ja, dat denk ik. Oh no, dat moet je dus buiten de douche moet je erin doen. Hier staan de nummers van de douches. Nou, anders ga jij in deze. Ja, dan kan ik er altijd nog uit. Ja, dan moet je... Ja. Als ik tekort heb, toch? Wacht even. En dan ga ik hier. Je saai dan met je goede gedrag. Nelly is aan het douchen in nummer 1. En wij hebben eigenlijk 1 tasje bij ons. Met shampoo en crème spoeling en zo. En wat wij dan meestal doen, is als de hokjes naast elkaar staan, dan kun je meestal je douchespulletjes kun je aan elkaar geven. Onder of bovenlangs. Maar dit is dus helemaal afgesloten. Waardoor ik, ik kan wel in nummer 2 gaan staan, maar dan heb ik geen shampoo. Dus nu ga ik weer even wachten. Kerstmuziek. I'm driving home for Christmas. Wat is dit? Ja, kerstmuziek. Oké. Okay. Heel vreemd. Driving home for Christmas. Ik weet niet of jullie het horen, maar... Nel. En een kerstmuziek. En ze zijn een beetje in de war in Duitsland. Maar ik wacht dus gewoon geduldig af. Wij gaan de vlog afsluiten. Ja. Kijk. Oh, dat is jouw kussen, hè? Kijk. Nee, niet doen. Kijk, mensen. Nee, niet doen. Niet. Wat is dit? Het is lavendel. Ga je... Dat is kussenspray, toch? Toch of is dit ja, niet? Ja, toch. Typisch. Even kijken. Echt. Ja, sleep. Het is mondspray. Mondspray. Het ruikt naar lavendel. Nee, dit moet je op je kussen doen. Dat is van Rituals. Sleep. Oh, ik denk dat het op je kussen moet. Nou. Sleep. Nou, ik slaap ook wel zonder dat spray. Nee. Nu val jij als een blokje in slaap. Oh, ja, het werkt nu al op me in. Zie je? Nu krijg je al die lavendelreuren. Dat je nu zo met je hoofd op de tafel valt. Ja. Nou, het is ook alweer veel te laat. Het is 12:15. Wij kunnen gewoon niet vroeg naar bed op de camping. Het lukt ons niet. Ik ben wel kapot. Nou, echt. Oké, nou, dit was de eerste dag in Deutschland. Voornamelijk op de camping. Ali und Nelly. Ik ga even iets leuks aan jullie laten zien. Tenminste, ik vond het leuk. Wat? Nelly vond het ook leuk. Wat? Nou, onderweg hier naartoe. We zijn natuurlijk uit Limburg gekomen. Zuid-Limburg, ja. Camping Ozenbosch. En onderweg hier naartoe gingen wij even stoppen bij het tankstation in Zuid-Limburg nog. Toen stonden wij daar en Nelly was even een koffietje aan het halen voor mij. En ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel. En wat komt er aanrijden? Ja. Een ei. Een groot ei. Dus ik doe natuurlijk gelijk mijn raampje naar beneden. Ik denk, ik ga even zwaaien. Ja. Maar zij hadden ons natuurlijk al gespot. Dus ze zijn even gestopt. Naast onze auto en we hebben even een praatje gehouden. Waren ook nog toevallig volgers van ons. Dus dat was super leuk. En ik kon het niet laten om een fotootje ervan te maken. Dus ik heb een foto ervan gemaakt. Ik vond de kontjes ook wel leuk aan de achterkant. Ja, dit is dan de voorkant. Ik ga ook even op zoek naar de achterkant van de foto. Een 400 en een 320 naast elkaar. Kijk, dit zijn dus de kontjes. Leuk, hè? De grote broer of zus van ons ei. Ja. Een 400. Ja, mega leuk. Maar ik dacht dat er iets ergs gebeurde toen we bij het benzinestation stonden. Want jij deed zo en ineens... Toen dacht ik... Ja. Nou, wat gebeurt er hier? Iemand tegen die caravan aan? Ja, dat dacht ik. Dat was dus een tap. En het leukste van de grap was, ik zei... Dat we wegreden, zei ik nog. Misschien komen we elkaar nog tegen in Duitsland. Ja. Want zij gingen naar de Eifel. En we staan dus bij een tankstation of op een parkeerterrein langs de weg staan. Broodje te eten. Of te eten, ja. En wie komt er langs rijden? Op de snelweg. Daar kwam hij weer. Diezelfde tap. Ja, superleuk. Ja. Nou, dat was even een leuke anekdote, vond ik.
Nou, we gaan de vlog afsluiten. Dat gaan we doen. Ja. Ja, we gaan er morgen vroeg uit. Nou, dat denk ik niet. Nee, grapje. Ik ben er helemaal klaar mee met vroeg. Ja, we gaan nu even uitslapen. We gaan niks meer vroeg doen. We gaan even uitslapen nu. We hebben geen haast, we hebben vakantie. Dus. Nou mensen, wij bedanken jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal en we zien jullie graag de volgende keer terug. Tot de volgende vlog. Doei!